Marco Borsato bevindt zich nog steeds in een staat van onzekerheid met betrekking tot de aanstaande rechtszaak die in 2025 van start gaat. Vier jaar zijn verstreken sinds de aangifte tegen hem werd ingediend en Mary, zijn moeder, deelt nu een update over haar zoon. In een gesprek met weekblad Story benadrukt Mary de langdurige wachttijd en het gebrek aan invloed dat ze hebben op het proces. Ze uit haar zorgen over de hoeveelheid lopende rechtszaken en de schaarste aan vakmensen om ze te behandelen. Over de specifieke details van de rechtszaak mag Mary niets zeggen en ze verwijst naar Marco's advocaten voor officiële verklaringen. Desondanks benadrukt ze het belang van haar rol als moeder en de sterke band die ze met Marco heeft. Mary onthult dat Marco ondanks de situatie positief blijft. Ze benadrukt dat ze hem niet hoeft op te vrolijken, want hij behoudt gelukkig een optimistische instelling. Ondanks de uitdagingen die hen te wachten staan, proberen ze niet te veel bezig te zijn met de negatieve aspecten. Mary benadrukt dat ze hun leven niet willen laten bepalen door de lopende rechtszaak en dat ze hopen het achter zich te kunnen laten zodra het mogelijk is. Enkele maanden geleden werd door een goede vriend van Marco nog aangegeven dat het niet goed met de zanger gaat. De vriend benoemde de impact op Marco's carrière en de twijfels over hoe hij deze weer op de rails zou kunnen krijgen, zelfs als blijkt dat hij onschuldig is aan de beschuldigingen. De dreigende vervolging heeft een diepgaande invloed op Marco's wereld, zoals door de vriend werd aangegeven.